De keeper van FC Ons Vermogen deed de aftrap met een doel voor ogen. Steeds meer verfijnde hij zijn balgevoel, tot hij het schopte tot het verre doel. Niemand speelde dat ooit eerder klaar. En jaren was hij doelman van het jaar. Op de keeper beschouwd, zo sprak hij in zijn noppen. Heb je het onder de knie, dan kun je het ver schoppen. Een timmerman die laatst te veel borrels nam, zei toen de man met de hamer kwam: al heb ik nog zo'n houten hoofd, ik ga aan de slag zoals beloofd. Hij pakte een hamer en zette hem op en sloeg zo die spijker uit zijn kop. Doodgraver Ron van den Roden droomde bij het betreuren van de doden dat hij ooit zelf de dood zou zijn, die strenge, botte, magere hein. Hij zou gaan over lijken, zo zou snel blijken, en alles wat maar daarop zou lijken. Zichzelf zou hij, omdat hij dat ook besliste, zich om de dode dood niet laten kisten. Laatst is politicus Wim Welbespraakt door een misstap in de shit geraakt. Moest hij voor zo'n parlementsenquête zich in het Haagse vrij gaan pleiten? Dan staat ook zo'n knappe eloquent als hij zich blootgeeft in zijn hemd. En als hij met de billen bloot moet gaan, heeft hij enorme scheid daaraan. Zeiler bij windkracht 9 vond zeilenreven een mijl op 7. Zo voortvarend op het ruime sop zette hij ook zijn vlag en wimpel op en ging daarna geheel in stijl zelf op het voordek onder zeil. Want ben je overtuigd, zegt hij, zet dan ook alle zeilen bij. Gelovige directeur Otto van Ooster viel voor moeder overste van het klooster. Hun liefde kreeg al gauw Gods zegen toen ze een veelbelovende tweeling kregen. De een zou hoog reizen in kerkelijke orde. Hij was in de wieg gelegd om deken te worden. De ander zou ook zijn afkomst niet verhelen. Hij was in de wieg gelegd om de lakens uit te delen. De astronoom Piet-Jan van der Plas, die jaren in de zevende hemel was, viel onverwachts in een groot zwart gat. Met sterven ogen, hij had het gehad.
ontgoocheld heeft hij zich goed bezonnen en is toen met goochelen begonnen. Hij zit te boven het gezeur en gezemel en goochelt nu de sterren van de hemel. Kleermaker Siebe van der Sting, die wekelijks naar een striptease ging, zei: kleren maken de man, is wat mij raakt. Maar wat is het dat de vrouw dan maakt? Kijk goed naar het verschil in lichaamsbouw. Dan zie je: uit de kleren maakt de vrouw. Brandweerman Han van der Ham stond voor een ploegmaat in vuur en vlam. Na een jaar is hij echter afgehaakt en heeft het vakkundig uitgemaakt. Zijn brandend hart liet dat niet koud. Hij kreeg als verdoofd een burn-out. Hoewel uitgeblust en aangedaan, is hij toch weer voor haar door het vuur gegaan. Ooit zei kunstenaresse Ine Kras, voor wie creëren een koud kunstje was: oefening baart kunst, dat is vermaard. Maar wat is het dat kunst dan baart? Het gaat vaak gepaard met veel misbaar. Kunst baart dan weer de kunstenaar. Met deze creatie in haar schik signeert ze al haar werk met ik.